Vlog. Mijn naam is Hilde Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Hey, ik kan dat zo toch eens keer doen. Wel mensen, ik ben al even al bezig. Kijk eens hier. Hier staat mijn matras. Mijn beddenbodem. Ik heb dit hier helemaal schoongemaakt. Hier heel mijn kamer. Oh, de badkamer heb ik ook helemaal schoongemaakt. En nu, ASAP, beginnen alles klaar te maken voor het containerpark. Maar ik ben zo op, hè. Ik geef dat eerlijk toe, ik ben op. Dan moet het, als het daar wat droog is, ga ik alles eerst monteren terug. Ga ik daar ook nog een klein stukje dweilen. Dan gaan die dozen... We gaan allemaal naar mijn slaapkamer toe. Ah, ja. Dus ik ga nog even wat werk hebben. Allee, ik zie jullie zelfs allemaal op de containerpark. Hier op de containerpark in Alken aangekomen. Ze hebben mij echt hier heel goed geholpen. Dankjewel daarvoor. Blauw duimpje omhoog voor de containerpark, mensen. Dan ga ik eens de karton hier al eens uithalen. Ziet dit eens. Ho, ho, ho. Dit gaat leuk worden. Even jullie neerzetten. En de karton moet naar daar. Yeah. Dus ik ga het even hier uitpakken. Alles wat op de grond valt, ook oprapen. Just, mondmasker. Juist, ja. Panzer, ben ik niet goed bezig, hè? Niet goed bezig. Maar met het opruimen ben ik wel goed bezig. Hier is dat schat, kijk hè. Sorry! Hoppa! Hier is dat. Hoppa! En nu op naar de plastieke zakken. En dan ben ik aan het zien waar dat moet. Plastieke zakken. Dus even kijken wat hierin zit. Hier zit niks in. Ik kan dat niet vullen. Dan ga ik nog eens even op zoek gaan naar de plastieke zakken aangekomen. De container. Hier achter mij. Sorry dat ik jullie liet vallen. En die weer. Zo, voilà. Hier achter mij. Ik voor de plastieke zakken. Let op, hè. Eén zak. Deze zak had ik al 3 jaar bijgehouden en is eindelijk vol. En nog plastieke zakken. Ik had het gevraagd aan de weggeefwinkel hier in Alken, als ze het nodig hadden, maar jammer genoeg hadden ze het niet nodig. Dus hup, de containerpark in. En ik had nog gezegd, ja, ik wacht nog tot 10 uur voor reacties. Er zijn geen reacties bijgekomen, dus ja. Bij deze doe ik het dan weg, hè. Shit happens. Allee. Ik zie jullie zelfs allemaal weer op. Ik heb gemerkt dus, dat ik 10 kilo van mijn appartement in de containerpark heb gegooid. En nu ben ik terug al richting mijn appartementje. Alles momenteel onder controle. Momenteel toch. Ik zit nog altijd op mijn schema nu. Dus gelijk die gisteren, hoeveel tijd ik daar heb verloren met die IKEA's. Ben ik nu zo wel een klein beetje terug in aan het halen. Daar ben ik wel blij om. Ben ik echt blij om. Ik ga even iets zeggen. Ik heb deze nacht nog zo wat gesorteerd. Maar heel stil. Ja, en het is warm.
is weet met de pletter. Ik weet sowieso, als alles achter de rug is, hè, ga ik nog gewoon een douche nemen. Dan hoop ik dat het nog voor 1:30 is, want dan is overduister. Die gaat ook verschieten hoeveel dat het opgeruimd is. Ik denk dat iedereen gaat verschieten. Zelfs mijn schat. Holy shit, man. Wat ik de afgelopen dagen heb opgeruimd. Jullie hebben het gezien dat het redelijk wat puinhoop was bij mijn thuis. Dat is stilletjes af aan achterwege aan het gaan. Het ziet er mooier uit. Ai, 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 ai. En dan zie ik zelfs ook mijn schatje samen met haar begeleidster. Die komen om rond 3:00. Maar alleen wat vandaag zo kloten is, is het weer. Echt mizelweer. Erk. Mizelweer. Blurk. Haat ik. Voilà. En dan heb ik weer op papier, hè. Dat snap ik niet. Dus je gaat naar de containerpark voor je papier en al weg te doen. En dan krijg je terug papier. Twee kleintjes. Dus ik heb het jullie laten zien wat ik heb teruggekregen. Ziet, dit is voor naar binnen te komen, deze kleintje. En deze grote is voor terug buiten te rijden. Dus even eens kijken, hè. Dus toen ik containerpark opreed, was het gewicht 1290 kilo. Toen ik containerpark uitrijde, was er maar liefst, ik ben het heel snel aan het zoeken, 10 kilo eraf gegaan. Dat betekent dat ik op 2080 kilo nog zit met mijn wagen. Toppie. Dan weet ik ook hoeveel dat mijn wagen weegt. Allee, tot straks allemaal. Ik ga nu nog verder opruimen. De laatste handjes toch leggen en dan ben ik klaar. Dan is hij ook terug gerustgesteld, mijn onderbuurvrouwke, dat het geroezelmoezel van boven eindelijk gedaan is. Tot straks. Yo. Hallo. Even ook, ik gooi het gewoon openbaar, Picholet. Dat jij een screenshot laat lekken van mijn rekening. Wij zijn nu alles in actie aan het laten treden. Om alles uit te pluizen. Maar echt alles. Niemand komt aan mijn geld. Niemand niet. Echt niet. Punt uit. En ondertussen, nu even over heel iets anders. Ik moet dus hopelijk zelfs met Astrid even naar de bank gaan dan. Voor dat allemaal te regelen. Punt. Yes! I'm finished. Met het opkuis. Ziet dat dus. Ja, ik moet. Die tafel moet nog wel opgeruimd worden. Ja. En dat tafel moet ook nog opgeruimd worden. Maar ziet dus mijn toog. Wauw. En. Dames en heren. Dat is nog niet alles. Nee. Ziet dat dus hier eens aan. Tada. Mooi gesorteerd. En. Mooi gesorteerd. En dan ook, ja, van onder ook. En dan ook, ik ga jullie ook eens even de verandering laten zien op mijn slaapkamer. En dan ga ik even ook mijn emmers nog gewoon gaan leeggooien. Met wat water. Zie, dus hier zat nu alles heel mooi gestapeld. Toppie! Voilà, zie dus. Mijn bed is ook afgetrokken, dus ik ga ook zijn verlakens dan nog opgooien bij deze. Maar nu ga ik de emmers nog leegmaken en dan... is Astrid hier van op het huis. Tot straks allemaal. Even over de chat. Elke dag is er wel iets. Ik begin daar kotsbeu te worden. Punt uit. Ik krijg er meer en meer maagpijn van. Ik begin er gewoon moe van te worden. Moe van te worden van... ga ik ook nog aanwezig zijn op de chat? Of ga ik het zo inlassen, zo gelijk Dylan Hagens? Want Dylan Hagens zit niet op de chat. Bijvoorbeeld de andere YouTubers zitten niet op de chat. Ah. Ik probeer toch ook wat redelijk tijd voor jullie, ja...
te spenderen dat ik toch wel een leuke chat kan hebben. Maar nee, dan is het dit, dan is het dat, dan is het dit, dan is het dat, dan is het dit, dan is het dat. Wij worden dat moe. Dank je. Oh. Ik zit mij weer al op te jagen, hè, mensen. Bij deze. Echt waar, het moet eens stoppen met dat geruzie maken op de chat. Dank u. Eten bij mijn moeke en ik heb iets gedaan in mijn notten kijken naar die klep. Eens kijken als zij er tegen gaat komen, ja of nee. Hallo. Mijn bed kwam er tegen, mijn hoofd. Nee. Ah, oh, je kende de truckskanaal. Ja, dus zij is er ook bij. Hallo, Kes. Hallo. Alles nog goed? Jot. En waarom heb ik mijn mondmasker aan? Dat ik was geld gaan ophalen. Ja. En dus ik ga je sowieso één ding zeggen van Discord. We vinden het niet meer fijn. Ik niet en zij ook niet meer. Hè? Ja. Voilà, bij deze is het ook weer gezegd. Maar nu ga ik terug op de baan letten. Tot straks. Hallo kijkers. Welkom op het laatste stukje van de vlog. Ik ga subiet naar familie kijken, naar Enzo Knolleke kijken. Ik heb ook nog even Chrisje geholpen. Open Thuis is hier geweest voor een rondleiding te geven. Klein beetje aan BH-begeleiding. Punt uit. Dan zijn we naar mijn moeke geweest. En ja, wij twee zijn naar moeke geweest. Ja. En de laatste tijd begin ik echt hennig te zweten. Ja, maar ik voel het nu weer en nu. Ja. Gewoon om niks te doen. Ja. Raar, hè? Dus ik ga terug wat rustig aan doen. Want de laatste tijd op Discord was het ook redelijk druk. En met schat, allemaal problemen. Schat, ja? ik wil niet kwaad doen of zo. Of ja, ook niet streng doen. Maar je praat een beetje te hard. En deze hal hoor je stem keihard uit. Ah, oké. Dan gaan we het eens hier eens doen. Is hier wat beter? Ja, maar je moet zachter praten. Ah, oké. Ja, je ziet, dus alles staat hier al uit. Dus wij gaan richting de bed toe om naar familie te kijken en zo knol te kijken en al. Dus vergeet hier geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op dit tingelingelingeling te trekken. Salukes, yo. En happy fun met de outro. Bijzetten. Hoi doe! Hoi doe, zegt ze. Salutjes iedereen.